Zo, goeiedag. We gaan verder met onze wekelijkse proefjes. We hebben zojuist een mooie intro gemaakt, dus gooi de intro maar erin. Nou, wat voor proefje gaan we vandaag doen? Kees, woe, het stuift nog een beetje. Wat gaan we vandaag maken? Softijsje. Ja, we gaan eens uitproberen hoe je softijs kunt maken. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben onder andere gewoon slagroom nodig. Wat vanillesuiker, afsluitbare zakjes, ijsklontjes en nog veel meer. Maar dat gaan we zo meteen bekijken en dan pakken we alle spullen bij elkaar en dan gaan we meteen beginnen. Woehoe! Let's go! Wat vonden jullie nu eigenlijk van die intro? Is die mooi of niet? Laat het beneden even in de commentaarsectie weten. Vinden we wel leuk. Huh? Ja! Hebben we ons best op gedaan. Dan zijn we beneden en gaan we alle spulletjes verzamelen. We hebben onder andere nodig citroen, zakjes vanillesuiker, grote zak, kleine zakjes, hersluitbaar. Slagroom hebben we natuurlijk ook nodig. Oh ja, melk niet te vergeten natuurlijk. Zout hebben we ook nodig. Appeltjesuiker. Dan hebben we dus alle ingrediënten bij elkaar. En dan gaan we dus kijken of we softijs kunnen maken. Nou, ik moet dus nu die camera hebben, want die heeft gelukkig wel alles opgenomen, maar die niet. Accu was leeg. Shit, ja, balen. Maar goed, we zijn inmiddels bij de laatste fase van ons softijsstadium. Ik zal daar nog even een uitleg geven van hoe dat we dat nou precies gedaan hebben. Want ik denk niet dat daar op die camera alles op staat. Huh? De 10 minuten mengtijd zijn voorbij, nu gaan we kijken of we ook werkelijk softijs hebben. Rob een keer dan. We hebben de zak uit de andere zak gehaald. Nu moeten we wel natuurlijk goed opletten. Het water aan deze buitenkant is natuurlijk gesmolten ijswater. We hadden daar zout bij gedaan, dus is ook heel zout. Zorg dat daar niks van bij het softijs komt. Oh, het is wel slapjes. Oh, dat verdik is gaat stieren volgens mij. Ja, dat verdik is meer softies. Omdat ik al het geknipt heb. Je hebt niet zo vast gedaan. Dus daarvan. Ik liet het in mee. Deze is dus een beetje erg dun. Wat heb je zo gedaan? Even dikjes. Helder geknepen. Helder geknepen. Dit is meer softies. Nou, dit is meer te drinken. Oh, wel lekker. Smaakt wel naar softies. Even resume, omdat de accu leeg was, hebben we dus eigenlijk bijna niks opgenomen. Dus ik ga even herhalen wat we nou precies gedaan hebben. We hebben een kleine zak met een zipper. Die zippen we open. Daar doen we dus een beker slagroom doen we daarin. Daarbij doen we een scheutje citroensap, een scheutje melk en een zakje vanillesuiker. Dan zippen we hem goed dicht. Dan hebben we een grote zak. Daar doen we de kleine zak in. En daar doen we dus allemaal ijsklontjes bij. Veel ijsklontjes. En een scheut zout, want dan smelt het ijs. Het water blijft wel ijskoud. Dan knopen we hem goed dicht. Zorgen wel dat uit beide zakken de lucht uit is. En dan gaan we 10 minuten lekker kneden. Het is wel koud in de handen, maar dan gaan we dus kneden. Ja? Ja. Dit was ons experiment van deze week. Ik hoop dat je een leuke video vond en een leuk experiment. Het was natuurlijk niet zo'n spectaculair experiment als met een fles in de lucht schieten.
Ja. Maar dat zijn wel leuke experimentjes om thuis te proberen. En het is eigenlijk natuurlijk een zomerexperiment om voor de zomer eens lekker softijs te maken. Huh? Ja! En volgende week gaan we een experiment doen en dan gaan we kijken hoe een vliegtuig werkt. De straalmotor van een vliegtuig werkt. Vond je nou een leuke video? Geef hem een duimpje op. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Abonneer je, vink ook even gelijk het belletje aan. Dan krijg je iedere keer als ik een video upload, krijg je nou een melding. En weet je nog een leuk experimentje voor een 6-7-jarige? Schrijf het dan beneden in de commentaarsectie. Vinden we wel leuk? Ja! Yeah! Om eens uit te proberen maken we er een leuke video van. En dan zien we je in de volgende video! Woehoe! Doei! Yeah! Dat maakt het zo lekker. Mm.